Als je toch een nieuwe jas krijgt, koop je toch ook geen nieuwe kast? Dan ga je toch ook ruimte maken in je kast? Je doet de zomercollectie doe je naar boven. Komt de andere kleding weer in de kast? Ja, zo gaat het bij mij thuis. Je zou ook kunnen rouleren, voorzitter. Daarbij komt dat de collectie maar voor 25 jaar in bruikleen wordt gegeven. Het is dus veel geld en een groot risico. Onze fractie vindt het overigens helemaal prima om 45 miljoen of 43 miljoen uit te delen aan een cultuur. Dat vinden we belangrijk. Aan de doeners en de makers. Op die manier zouden we een goede infrastructuur kunnen opzetten waarin de cultuurmakers kunnen groeien en bloeien. Maar voorzitter, 43 miljoen aan één museum vinden wij niet de juiste keuze. En de verbazing in de sector is ook groot. We praten hier regelmatig over de kunstenaars in de Gruitenfabriek, kunstenaars en doeners en makers op andere plekken, die gebukt gaan over onder hoge lasten, schaarse ruimte en weinig mogelijkheden in deze stad. Dus wij zeggen eigenlijk van laten we investeren in de cultuurstad van het zuiden en in ruimte voor kunstenaars waar ze wel terecht kunnen.